moet je overstappen naar YouTube Gaming. Roll it! Okay. 3, 2, 1. Here we go! Welkom bij Brandschoon met de host Karsten Don en Stefan Mertens. Elke week een nieuwe ondernemersvraag, elke week een nieuw antwoord. Wow. Welkom bij seizoen 2, aflevering 6 alweer. Ja. Sneller. Time flies. When you're having fun. Vandaag YouTube Gaming, oftewel een platform waar we meer aandacht aan gaan schenken. Een streaming platform wel te verstaan. Een van de niet sterkst groeiende, maar wel groeiend in de juiste richting. Volgens mij is Facebook, die had echt die dikke leap, Facebook Gaming. Met shares bedoel je? Nee, ook of met hours watched. Yeah. Nee. Die andere. Hoeveel mensen kijken? Ja. Yeah. Oké, okay. Aantal kijkers. Aantal kijkers, dat was oké, okay. Ja. Ik zat even, die mix-up was even met die ja, viewers. Ja, want volgens mij is de uren kijken is volgens mij wel YouTube. Ja, of course. Volgens mij was van 3-8% voor... Dat krijgen ze die dikke acquisitions. Oké, okay. Off topic. let's go back in. Oké. Maar in ieder geval YouTube Gaming, interessant platform. Maar ook voor alle platformen waar we constant over praten als het gaat om... filmpjes die je daarop kan zetten. Dus automatisch dat we hier ook meer aandacht in willen schenken. Want wat is het nou precies, het hele YouTube gaming? Voor iedereen die het al gezien hebt een keer. Maar als je op YouTube, je er bekend mee. Maar YouTube gaming is echt, in het YouTube zelf, is dat een apart gedeelte. Ja. Echt ergens. Je moet ook nog naar beneden scrollen ook nog om het te vinden. Mm-hmm. Het wordt niet eens prominent aangegeven. En nog niet. Met banners en dat soort dingen. Uh-huh. Maar dat moet inderdaad nog wel even een dikke boost krijgen van, hey, niet alleen maar music, want daardoor is steeds meer over een losse app zelfs nog voor dat. Maar als het gaat om YouTube gaming, is dat nog niet helemaal los van elkaar gekomen. Sterker nog, dat hebben ze losgehaald en toen weer teruggebracht. Ja. Het idee van YouTube is dat het allemaal inclusief wordt, dus ook de stories en dat soort dingen. Nu worden stories zijn bekend op Instagram en zo en op YouTube. Voor de meeste mensen wat minder, maar daar heb je ook stories. En hun doel is wel om iets heel inclusiefs te maken. Ja. Dus alles wat met video, YouTube. Alles met streamen, moet YouTube worden. Dus ja, YouTube is zeker interessant om in de gaten te houden. Ja, de stat die ik deze week zelf heb opgenomen, dat is echt een hele bijzondere. Ik moet even oplezen. Er was een stat van Stream Element en Arsenal van 2019, in december 2019, dus vrij recent. Mm-hmm. En daarin was de verdeling. Twitch die had 61% van de shares. YouTube Gaming zit op 27,9. Facebook Gaming zit op 8,5. En Mixer zit op 2,6. A.k.a. de grote jongens zijn nog steeds Twitch en YouTube Gaming, waarvan je eigenlijk ziet dat Twitch omlaag gaat en alle andere dingen die gaan langzaam omhoog. Dus heel langzaam begint de grote man in het hele verhaal begint steeds kleiner te worden. Ja, wat ik vooral interessant vond, en met die market share natuurlijk ook een beetje, maar het is nog steeds aan het groeien. Dus het interessante vond ik de uren die mensen kijken. Ja. En dat was bij Twitch echt sterk gedaald. Als in, ze hadden een constante groei, echt al jarenlang een constante groei. Naar 75% of zo, toch? Ja, in de laatste quarter, dus die quarter 2019, hebben ze zo'n dikke leap gehad, dus een val. Nu is het alsnog, wordt het nog nagekeken hoor, dus maak je niet gelijk zorgen. Maar het is een terugval naar hoe het in 2018 was. Oeh, spicy. Ja, pittig. Ja, maar dat krijg je gewoon als Twitch zijn ding doet en de andere... Ik denk vooral dat, ja. Die denken van nee jongens, we gaan niet stilstaan, we gaan elkaar tegenaan pushen. En zetten alles op alles, halen mensen, waar we ze denk ik natuurlijk ook over YouTube Gaming ook nog over gaan praten. Maar iedereen is bezig om het platform nog meer te ontwikkelen dan het al was. En als je eenmaal on die top bent, is het alleen maar lastiger om de rest van je af te houden en jezelf nog steeds relevant te maken. Want laten we eerlijk zijn, dat is Twitch al nog steeds natuurlijk. Alleen zijn ze vernieuwend, is het nog steeds interessant, vooral voor de grotere streamers. Want daar zie je natuurlijk in voor de grote streamers, dat ze steeds meer kijken van oké, hoeveel geld bied je me dan? En andere platforms, wat gaan jullie dan doen? En op een gegeven moment gaat het een influencer game worden, oké. Wij zijn de numbers,
mogen wat zelf zeggen over onze eigen stream. Wij hebben die sponsors, wij hebben dit, wij hebben dat. Dan is het van, oké, maar wat heb jij dan eigenlijk als stream te bieden? In plaats van als je kleiner bent, is het andersom. Ja. Please, affiliate of partner of whatever it is. Waar je naartoe aan het werken bent. En als je eenmaal aan die top zit, is het het verhaaltje andersom. Zeker. Van UFC naar Bellator. Ik zie McGregor al als Bellator met een zak geld komt en McGregor weg. Deuces. Wat zal het doen met UFC? Ja, ja, zo is het wel een beetje inderdaad. Ja. Die grote mensen nemen ook kijkers met hun mee. Vooral mensen zoals Ninja, die hebben gewoon een grote community. Ja. En Ninja is dan naar Mixer gegaan, die naar YouTube. Maar ja. Het gaat er wel om dat vooral die sterke communities, die loyaal kijken, die mis je dan opeens op Twitch. En je ziet opeens een hele drop in aantal uren dat wordt gekeken op jouw platform. Het grappige is, elke keer als er mensen weggaan en dan zijn ze daarna aan het cijfers aan het analyseren. Van kijk, hij ging van 200.000, ging hij nu naar, hij heeft nu maar 12.000, heeft hij over en ding. Oké, cool. En all in all, kijk naar de algemene cijfers, naar het hele Twitch en naar het hele YouTube en hele Mixer en whatever. Mm-hmm. En daar zie je opeens die groei en denk hold up. Hier zijn we 200.000, normaal mensen keken naar hem. Hij is weggegaan en kijk nog maar 10.000 daar. Maar aan het eind van de rit zie je wel dat het met 4-5% is gedaald, het hele Twitch. En dat je bij andere platforms opeens ziet dat er veel meer wordt gekeken. Ja, ik denk wel dat het moeilijk is om de Twitch-viewers allemaal weg te halen. Want meestal zijn ze wel loyaal aan het platform. Maar dan moeten we wel voor zorgen dat er mensen genoeg zijn die daar op streamen en interessant genoeg zijn. Ja. Die zijn er natuurlijk wel, want het zijn er genoeg. Dus het is niet zo dat als er Ninja weg is, dat er niemand zijn plaats kan innemen. De meeste streamers zitten alsnog op Twitch. Hoor. En als ik erover nadenk, Twitch is nog steeds het grootste platform. En zal denk ik wel, in de komende 5 jaar zie ik dat nog niet echt veranderen. Maar dit heb ik al eerder keer gezegd, als zij niks veranderen, dan kan het zomaar zijn dat zij niet meer de grootste zijn over 10, 20 jaar. Dus ja, dat is iets, als ik voor Amazon werkte, zou ik daar wel... Ja, want terugkomen op YouTube Gaming en vooral YouTube. Ik ken heel veel mensen die niet naar Twitch kijken en wel naar YouTube. En ik ken niet heel veel mensen die naar YouTube kijken en dan niet naar Twitch. Dus stel je bent... Maar kan je dat even herhalen? Ja, want ik volg hem niet. Ik volg hem zelf al niet eens meer. Oh, okay. Er zijn heel veel combinaties dat er dat mensen die op Twitch zijn ook nog content leveren op YouTube. Ja. En ook mensen die 99% van de mensen die kijken naar YouTube en de mensen die op YouTube zijn, die zijn niet altijd ook te vinden op Twitch. Ja, en vooral de mensen die er helemaal niks van weten, die alleen maar kijken naar hem. En misschien sommigen niet eens weten niet eens wat Twitch is. Er zijn er nog maar weinig van die mensen kijken. De mensen die luisteren waarschijnlijk wel. We weten het allemaal wel. Maar op een globale plaatje zijn er nog genoeg die niet weten wat Twitch is. Terwijl YouTube een algemeen fenomeen is. Als het niet gaat om YouTube Gaming, maar YouTube zelf. YouTube zelf een stuk groter. Ja, groot. En dan is het YouTube Gaming zelf is wat kleiner. Alleen dat is dus langzaam in de grote moedervorm aan het groeien. Van iets wat mogelijk een extreem groot platform kan zijn. Ja. En nu heeft hij natuurlijk al die 21% van die... of 27,9 my bad, % van die shares. Dus het is niet al dat het niks is. Alleen dat kan die grote stapjes nemen. Maar waarom moet je het eigenlijk doen? Ik denk dat er natuurlijk voordelen en nadelen zitten aan het hele gedeelte. In mijn ogen zijn er een paar puntjes om aan te kaarten. Bijvoorbeeld van voordelen is dat het... makkelijk over te zetten is naar content die je voor later ook nog kan hergebruiken. Ja. Oftewel iets wat passief nog daarna meedoet met het verhaal, zonder dat je je stream uitzet dat het er niet meer is. En het is super simpel om die filmpjes over te zetten. Ja. Oké. Niet super simpel, simpeler. Het is makkelijk. Je kan het bewijs van direct overzetten, want die optie is er. Maar als je natuurlijk echt een fatsoenlijke content wil hebben die voor het leven meegaat, moet je hier en daar natuurlijk wel wat aan tweaken en het optimaliseren. Het is een beetje cheap als je... Of cheap, ja. Het is niet erg hoor als je dat doet. Gewoon je livestreams gelijk op YouTube doorsluizen van voor later video on demand. Ja. En dat is prima, maar ja, als je een beetje ook als YouTube-kanaal wil groeien en daar wat meer revenue uit wil halen, dan zou ik iets meer aandacht besteden
En als je dan wat groter bent, kan je zelfs een editor inhuren voor niet altijd. Maak anders een playlist. Zet daar al je streams op, bij wijze van. Organiseert een beetje, ja. En gelijk een groei voor je YouTube kanaal. Als je dan toch wel op YouTube gaming bent. Mm-hmm. Het wordt natuurlijk een directe link naar mensen die jou zien. Kunnen ze op sub drukken en alle filmpjes die je daarna maakt en upload, die komen ook naar voren. Als je natuurlijk wel op die bel icon drukt en dat is voor de notifications inderdaad. Als je alerts. Je zegt dat wel goed. Als iemand jou op Twitch volgt, is het niet automatisch een volger op YouTube. Als jij een YouTube stream ziet en je denkt, oh, hij is wel interessant. Ja. Ik wil wel vaker wat van hem zien. En dan ben je ook gelijk geabonneerd op zijn kanaal. Ja. Dus de video on demand of de content die zij op YouTube zelf later nog doen en los van het streamen, die krijg jij ook in je notifications of in je feed. Ja. Wat zie je zelf als de voordelen van? Ik zie vooral de groeipotentie als een groot voordeel, want het is sowieso nog niet perfect. Ik denk dat jij daarmee eens bent. Ik vind vooral de game focus een goede, als in Twitch is oorspronkelijk gemaakt. Ja, Twitch, het is gewoon voor de gaming community gemaakt. Ja. En Twitch gaat er een beetje van af. Just Chatting heeft een onwijze groei. Zelf zijn ze bij 2 jaar geleden waren ze daar echt een beetje verward door. Van wat gebeurt er allemaal? En nu zijn ze zelfs een beetje publiekelijk gegaan van ja, we gaan wat meer van game af en wat meer de algemene livestreaming supporten. Dat vind ik wel een interessant, maar ook gevaarlijke set. En wat YouTube doet is speciaal een gaming idee. Want YouTube heeft al die jaren altijd al gegroeid door gaming. En niet zozeer livestreamen, maar gewoon game content. En zij waarderen dat heel erg. Dus zij gaan meer focus op de gaming leggen. Dus als jij een game streamer bent, dus dat bedoel ik niet een livestreamer die schildert of zo. Dan vind ik YouTube wel echt iets waar ik op zou letten in ieder geval. Want het is een groot voordeel dat zij zo focus op leggen op het gamen. Het is interessant om daarop aan te haken voordat je de andere dingen opnoemt. Het mooie natuurlijk van het YouTube gaming is dat het YouTube heeft. En daar kan je de Just Chatting of andere filmpjes zien. Dus eigenlijk is dat, omdat het een splitsing is van die twee... Dat je zeg maar de storyline van een persoon helemaal kan zien voordat hij ook maar gegamed heeft. Van ja, oké, zo leeft hij. Een vlog van zijn huis, whatever. Ja. En met Twitch, omdat het één groot geheel is, zag je die Just Chatting steeds groter worden. Want dat is iets wat wij ook altijd zeggen. Is dat het zo belangrijk is dat je persoonlijkheid zeg maar laat zien. En dat is denk ik ook het verschil nu, dat waarom je de afgelopen jaar op Twitch steeds dat ziet groeien. En sterker nog, het grootste is zelfs op Just Chatting. Is omdat iedereen niet alleen de persoon wil zien wat hij nou aan het doen is. Want dan kan je bewijs van zelf ook wel. Niet helemaal zo goed als hun. Tuurlijk. Maar Shroud, nieuwe Shroud, ik wil niet zeggen. Maar dat de persoonlijkheid erachter zit. En de mensen dat je echt de connectie kan opbouwen met iemand. Dat zit natuurlijk op die Just Chatting en het andere gedeelte van het hele Twitch. En dat zit niet van elkaar af. Mm-hmm. Dat is niet los. Dus dat op zich is dit beter. Ja, als je een paar apart afspeellijstjes hebt, dat soort dingen. Ja, juist. Als mensen daarin geïnteresseerd zijn. En dat is vaak zo. Dan dat is ideaal, ja. En daarnaast ook de samenwerkingen die ze doen. Buiten de streamers die ze overhalen. Wat je net al een beetje aankaartte. Zijn het ook de samenwerking met grote organisaties. Ja. Dus zij denken echt aan. Dat doet elk bedrijf. En helemaal die grote bedrijven. Die denken aan elke stakeholder. In het geval van YouTube. Zij denken heel erg aan alle gaming stakeholders. Dus niet alleen de content creators. Niet alleen de viewers. Maar ook de developers. En de organisaties en Activision, Blizzard, samenwerking vind ik wel één grote daarvan. Dus dat zijn veel voordelen eigenlijk. Ja. En ook nadelen. Maar... Ja, en natuurlijk, daar gaan we het ook zo direct over hebben. En natuurlijk de tegenhanger is natuurlijk Twitch met bijvoorbeeld Riot Games en League of Legends en Dota, die allemaal nog wel op Twitch zit. En eigenlijk diegenen die je net e-sports, opnoemt, die zijn allemaal al overgestapt waar we het zo direct over gaan hebben. Mm-hmm. Maar het is heel interessant dat er nu langzaam ook die grote companies zeg maar nu gaan kijken van oké, mogelijk dat ik met mijn hele hebben en houden ga verkassen naar een ander streamingplatform, omdat het zo groot groeiend is. Helemaal als jij publiekelijk zegt van misschien gaan we meer focussen op dingen buiten de gaming doen. Exact. Nadelen van
YouTube Gaming. Daar kunnen we denk ik een hele waslijst van opnoemen. Veel omdat we de afgelopen tijd ook probeerden te ontleden en te kijken. En ja. Het is nog niet perfect. Laten we daarmee mee beginnen. Dat zeker niet. Verre van. Maar het zijn wel allemaal in mijn ogen wel dingen die redelijk snel tot... Ja, tot okay. Het zijn incrementele dingen. Dus het zijn dingen die de quality of life wel verbeteren van YouTube. Ja. Maar het zijn niet super grote dingen die moeilijk zijn om te implementeren. En je hebt goede developers ervoor nodig. Maar ik denk dat het bij YouTube wel goed zit. Ja, als ze het probleem onderkennen en het zien als een probleem. Ja, zeker. Wat wij gezien hebben, als wat wij denken dat verbeterd moet worden, als dat in hun niveau nog steeds niet te zien is, of het niet eens als een fout gezien wordt, ja, dan is het natuurlijk een heel ander verhaal. Maar laat ik ook vertellen wat ik eigenlijk bedoel. Bijvoorbeeld dat de filter setting niet perfect is. Je kan bijvoorbeeld... dingen wijzigen zoals wereldwijd en mijn regio. En hebben we meerdere keren naar geprobeerd te kijken. Maar een van de belangrijke dingen voor mij dan is dat ik ook op taal kan selecteren. Dat, zodat ik voor mezelf kan ontleden wat ik wel niet wil zien. Want op een gegeven moment zie je door het boom het bos niet meer. Ja. Is omdat het zo extreem is. Je kan niet eens de taal wijzigen naar alleen maar Nederlanders. Of de taal Nederlands of de taal Engels of whatever. Dat vind ik echt wel een ding dat erin moet komen. Want voor mij is dat gewoon iets wat ik wil zien. Bijvoorbeeld, anders zie ik echt 100.000 talen waar ik helemaal niks mee kan. Ook en het mijn regio gedeelte, dan zou je zeggen, nou, alles uit jouw regio. Dat is ook niet helemaal waar. Want het is alleen maar wat uit jouw regio kijkt. Ja. Oftewel, wat ook voor mij een belangrijke filter is, is dat ik bijvoorbeeld Nederlandse streamers wil... filteren daardoor dat ik alleen maar streamers kan zien die uit Nederland komen. En dat heb je ook op andere platformen allemaal wel. Op Twitch bedoel je? Ja. Mixer. Oh ja, en Facebook niet, ook niet. Facebook. Ander verhaal, voor een andere dag. Ga verder met je verhaal. Maar die filters, het zijn er maar een paar die ik nu opnoem. Maar die hebben andere streaming platforms allemaal wel. En dat heeft YouTube nog niet. Dus dat is wel interessant daarover. Het wil niet zeggen dat geen één Nederlander zichtbaar is tussen al die duizenden kijkers als je vanuit de filter mijn regio kijkt. Want ik heb ook bovenaan, zelfs in de bovenste top gezien, een streamer met maar 20 viewers. Dus het is niet zozeer dat die filter er dan uit is. Ja. Het geeft ook weer een groeipotentie, tuurlijk. Ja. Alleen voor het uitpluizen en uitfilteren van wat je zelf wilt, zijn er voor mij nog te weinig geavanceerde middelen. Die je kan hebben. Voordat ik helemaal doorratel, want ik heb er nog een paar natuurlijk. Ja, ik wil er best wel even op aanhaken. Ja. Buiten dan dat ik daar volkomen mee eens ben. Het zoeken en het browsen, dat is nog niet zo heel sterk. Laten we het zomaar even zeggen. Maar Ryan heeft bijvoorbeeld al op Twitter gezegd dat ze heel erg bezig zijn met monetization en discoverability. Oftewel, zij willen wel... Ze zijn echt druk bezig met... het vindbaar maken van content creators. Dus ja, in dat opzicht zijn het wel goede geluiden. Maar hij heeft er geen tijdsframe aangegeven. Dus ja, wanneer? Ja, het hoor je van Call of Duty ook gebeuren? Precies. En die monetization, ja, hij heeft daar wat meer concretere ideeën over gedeeld. Dus dat zie ik wel op een korte termijn gebeuren. En hij is er ook echt mee bezig. Dus ik heb wel vertrouwen in Ryan. Dus... Ja, om daarop in aan te haken. Het is toevallig een persoon die we dan via een ander YouTube-persona bekijken. Maar daarom krijg je dan ook wat stukjes achter de schermen mee. Omdat je dan toevallig diegene volgt op Twitter dan al op YouTube zelf. En sommige dingen heeft hij ook echt al waargemaakt nu al. En alleen al van het binnenhalen van grotere mensen en grote companies, bedrijven. Dus, Nederlands. Ja, in dat opzicht heeft hij sommige dingen al gedaan. Maar hij kan natuurlijk ook niet alles. Naast dat jij al zelf aangeeft dat er zoveel dingen nog gewijzigd moeten worden. Dus dat is best wel een pittig iets. En daarom denk ik ook dat het is geen Twitch. Alles wordt natuurlijk tegen het licht aangehouden in vergelijking met Twitch. Alle streamingplatforms. Tuurlijk. Want dat was gewoon eerder groter. Ja. Is het grootst. En hun pioneeringspositie heeft wel echt nog duidelijke voordelen. Ja. Want hun chat voelt veel beter dan in mijn opzichte alle andere 100%. Platforms. De info section is dus
Ja, het is een beetje subjectief, maar die vind ik ook nog een van de sterkere. Ja, het hele interactieve gedeelte doen ze wel echt goed, weet je wel, dat je met squad streaming en zo kan doen. Dus ja, zij hebben heel veel incrementele stapjes gedaan. Dus in dat opzicht hebben zij wel een paar gebruiksvriendelijke dingen voor. Alleen, het zijn incrementele stappen en niet echt radicale stappen. Dus ik weet niet zo goed waar zij mee bezig zijn. Of ze wel echt aan het bewegen zijn of gewoon de normale mensen gewoon doorbetalen. Die personen ken ik niet. Ja. Of volg ik. Precies. Dus ik weet niet, man. Ik denk wel, ik vind het wel YouTube interessant om in de gaten te houden. Ja, daar ben ik het sowieso mee eens. Ja. Maar we weten allebei dat, hoe je het ook bent of keert, de 61% van de viewers zit natuurlijk nog steeds op Twitch. Zeker. Dus, maar daar moet je ook in de gaten houden dat daar ook de meeste streamers zitten. Dus je hebt ook de meeste concurrentie daar. Ja. Hangt vanaf welke niche natuurlijk. Het is wel belangrijk om dat erbij te zeggen natuurlijk. Ja. nee, gek. Ik wou letterlijk zeggen, ik had toen die ene... Euro Farming of zo gekeken. Farming Simulator. Nou. Oh, dat lezen. Die heb ik nog nooit voorbij zien komen op YouTube in ieder geval. Tenminste, niet in die in het streaming ding. En genoeg gezien in Twitch. En daar keken gewoon mensen naar. Dus in dat opzicht, als er ergens mensen zitten, zitten ook ergens mensen in jouw niche. En dat wil niet zeggen dat het op een andere platform ook. Het is wel 100% zo dat wanneer jij iets leuk vindt, je bent sowieso niet de enige. Ja. In heel, van de, hoeveel mensen wonen in Nederland? 17 miljoen? Ja. Dan 17 miljoen ben jij heus niet de enige die het leuk vindt. Dus, en als dan de meeste viewers op een Twitch zitten, dan waarschijnlijk zit daar ook jouw soort community. Precies, ja. Maar om wat dingen aan te halen over het overstappen waar jij net al over begonnen bent. Wat interessant om te zien was, is dat ze best wel grote stappen gemaakt hebben nu al voor YouTube. En dan hebben ze bijvoorbeeld, wat hebben ze binnengehaald? 3 e-sports die exclusief zijn te vinden op de live gaming van YouTube. En dat zijn COD, Hearthstone en Overwatch. Dus de Blizzard Activision samenwerking, ja. Dus dat zijn echt super grote company waar veel mensen naar kijken. Ja. En waar we zelf eigenlijk al gezien hebben, want afgelopen weekend was het eerste COD event. Gewoon benieuwd naar wat de numbers waren en hoe het uitspeelde. Mm-hmm. En daar was de eerste dag was ook al een peak viewership van 85.000. En uiteindelijk heeft het afgesloten met 102.000 mensen die keken. Nogmaals, het doet niet aan de numbers van Twitch met grote events. Nee. Maar dit wel zeggen dat het de eerste goede stap is. En vooral met COD de eerste keer. Of met Overwatch moeten we het natuurlijk nog zien. Mm-hmm. Maar als al die mensen nu langzaam beginnen te begrijpen van oké, Twitch gaat een andere richting in. En al die grote bedrijven die komen over, laten we zeggen een Riot Games of de Dota franchise. Als dat gebeurt dan... maar dan heb je gelijk een dikke chunk van mensen heb je opeens over. Maar ik zie het nu nog niet gebeuren, maar... Nou ja, dit zijn wel eerste stappen om dat te laten zien dat ze willen. En Ryan heeft volgens mij in Q2 in 2019 gezegd van dit willen we eind 2020 bereiken. En dat heeft hij gewoon waargemaakt. Dus dat zijn wel echt... Want dat zijn... Wat hij vertelde was dus een grotere stappenplan. En dit was dus de eerste hurdles om daar te komen. En dat heeft hij waargemaakt, dus dat is wel veelbelovend voor de toekomst. En interessant is dat. En qua content creators, dan hebben we afgelopen jaar natuurlijk gezien dat er heel veel grote stappen zijn gemaakt. Ook door andere streaming platforms. En een van de stappen die YouTube gemaakt hebben is bijna alle 100 tiers creators naar binnen gehaald. zoals Curse JD. Die maakt nu nog steeds average 9000 viewers op YouTube Gaming. Wat echt respectabel is. Dat netjes. Ja. En heel netjes dat hij want vaak zie je een ultra dip nadat ze van Twitch afkomen. Maar dat heeft hij best wel mooi meegekregen. Maar niet vergeten is dat hij dus op YouTube ook al 2 miljoen subscribers had. Of tenminste, had iets minder. Uiteindelijk heeft hij nu gehaald. Door middel. Omdat hij dus livestreamde en een grote volging al had en nieuwe mensen kwamen erbij, heeft hij nu die 2 miljoen bar gehaald, wat echt super impressive is. Andere mensen die ze gehaald hebben zijn in, mogelijk voor sommige mensen wat kleiner in de ogen, maar waren de 3 mensen die ze in 1 keer gehaald hadden, die hadden 1,5 miljoen volgers op Twitch.
En 21 miljoen volgers al op YouTube. Dus dan zie je maar, ze hebben, iedereen die ze binnengehaald hadden, had al een volging op YouTube zelf. Tuurlijk. Dus ja, ze hebben al een goede band met YouTube zelf. En waarschijnlijk zijn ze overgehaald niet alleen door geld, want dat is altijd zo, weet je. Die mensen hebben, of mensen, ja, die streamers, ja. Die zijn mensen natuurlijk. Die hebben al behoorlijk wat centjes. En voor natuurlijk, als er een offer you cannot refuse komt, dan oké. Maar heel vaak is het geld en de toekomstperspectief. Ja, het is een combinatie van. Worden aangetrokken, zijn dus al redelijk bekend bij YouTube zelf. Dus die hebben al een goede partnership, die hebben al een goed netwerk met elkaar. Ja. En ja, dat maakt de stap een stuk makkelijker. Ja, precies. En het is natuurlijk makkelijk om te kijken naar de cijfers van de grote mensen die overgehaald zijn in Amerika naar ons toe. Met de bag of met het toekomstperspectief. Mm-hmm. En dat filteren naar de Nederlandse vorm toe. Zie ik het nog niet een directe markt voor om mensen over te halen van Twitch. Want waar we ook wel achter gekomen zijn en binnenkort ook over gaan hebben, is dat de grootste mensen op Twitch ook wel allemaal YouTube-kanalen hebben die super groot zijn. Dus dan zou je ook weer kunnen zeggen, oké, kunnen hun ook die handshake doen? En dan kunnen ze ook naar YouTube gaming en live. Alleen ik weet niet precies hoe groot de Nederlandse markt is als het gaat om het streamingplatform op YouTube. Want cijfers daarvoor zijn nog moeilijk om te halen. Want we hebben nu allemaal natuurlijk algemene globale cijfers naar voren getoverd. En ik weet dat er Nederlandse kijkers zijn op Twitch. Dat is gewoon puur naar cijfers. Ja, als Twitch is wat transparanter. Ja, maar als je dan kijkt naar het YouTube gedeelte. Hoe moeilijk was het om te filteren, om alleen maar te kijken van welke Nederlanders zijn er online. En we konden daar heel moeilijk wat op baseren om te zeggen van het leeft super hard. Het live gaming op YouTube. Eén ding weten we zeker. YouTube zelf in Nederland is booming. Er is geen vraag over. Kijk alleen maar naar die trending page. En kijk naar alle Nederlandse filmpjes die daarin geüpload zijn. Als het niet gaat om muziek, dan is het een of ander nieuwsartikel. Dan wel een grote YouTube content creator die een filmpje heeft geplaatst. Dus dat leeft 100%. Ja. Dat je daar ook af en toe gaming video's in ziet, ook wel. Zie je dat constant? Minder. Maar het is er wel. Dus de grote vraag is, wanneer krijgen we die cijfers in Nederland zien? Of wanneer gaat de eerste grote Nederlander over? Ja, ik denk dat nog wel even gaat duren, hoor. Ja, want op die manier is natuurlijk, kijk YouTube eerst naar de globale cijfers. Juist. En als het wat concreter wordt, zijn er eerst weer andere buitenlandse die een grotere volging hebben, die wordt aangetrokken. En dan, ja, bij Nederland misschien wel, hoor. Is natuurlijk al gewoon YouTube Nederland. Die, misschien heeft die ook wel in een strategisch plan iets van een Nederlandse YouTuber aanhalen. Maar voorlopig zie ik dat nog niet gebeuren. Ik zie het vooral op het globale plaatje nog gebeuren. Dus als jij een Nederlandse streamer bent die heel veel viewers heeft en heel veel abonnees... Ja, dan misschien wel, maar dan ben je ook Engelstalig bezig. Nou, tenzij dus het ene kanaal die ik laatst gezien had, dat Lekker Spelen. Die op Twitch en op YouTube aan het streamen was. Ja, interessant. Ja, een beetje tegen Terms of Service. Misschien, ik weet dat ze Twitch partner zijn, maar misschien hebben ze wel een regeling of whatever. Ja. Ik heb letterlijk geen idee, het verbaasde mij ook. Alleen, ik zag wel dat het niet perfect gesynct was. Dus misschien door die desync. Dat ze het op die manier konden doen, zodat het niet op elkaar terughaalbaar is, of whatever. Ja, maar het zijn wel een interessante ontwikkelingen die ik probeer op de voet te volgen als het gaat om YouTube gaming en het Twitch gedeelte. Om te kijken wat nou eigenlijk precies de grote openingen zijn om in te stappen als het gaat om welke de nieuwe toekomst is. Dan wel in een korte tijdsbestek, dan wel in een langer plan. Ja. Maar sowieso wel goed om te bekijken eigenlijk hoeveel kijkers er nu al zijn als het gaat om live streaming. En de enige die ik echt naar boven zag komen, die ik constant naar boven zag komen, zijn maar om twee spellen, dat is Fortnite en FIFA. Dat zijn de enige twee die constant in mijn regio filter terugkwam. Hoe dan?
Ja, ik heb ook weet je waar Nederlands graag kijken. Want ik heb ook incognito mode probeerde ik te ontleden, zeg maar, om te kijken van oké, hebben ze nou speciaal op mij iets gemaakt? Ben ik nou opeens een FIFA kijker? Ja, je hebt voor naar die nummer, toch? Dus maar had ik gedaan en toen zag ik daar helemaal niks in. Zag ik daar nou precies hetzelfde. Dus die mijn regio is echt iedereen die met jouw IP-adres in de buurt zit. Of misschien hebben ze heel Nederland in één schaal gekoppeld. Ik weet niet. Ja, maar dat heb ik met YouTube zelf ook altijd al gehad hoor. Dus de video-on-demand service van YouTube. Gewoon de YouTube zoals mensen het kennen. Ik kijk nooit naar trending, want dat slaat bij mij zo de plank mis. Maar dat geeft wel een goed beeld neer van hier kijkt Nederland naar. Ja. Dus allemaal Nederlandse vloggers en ja, dat is populair in Nederland, omdat Nederlandse mensen daar naar kijken. Mij ligt het wat minder, maar ik kijk alleen naar de overzicht van daar kijken ze dus naar. Voor content is het voor mij niet heel erg interessant, maar ja. Af en toe als Kobe Bryant doodgaat, komt die in trending. Of af en toe, hij gaat natuurlijk maar één keer, rest in peace. Ja. Hij gaat natuurlijk maar één keer, maar ik bedoel, als dat soort gebeurtenissen, af en toe wat Engelstalig tussen de trending, maar over het algemeen is het alleen maar Nederlands. Ja, PewDiePie. Of Mr. Beast. In de trending? Bij mij, de keren dat ik kijk, zie ik het echt weinig. Nee, ik zie het wel vaker. In mijn eigen feed zie ik het wel voorbij komen, maar als je naar trending gaat... Ja. Nee, ik weinig Engels. Ik sorteer het wel vaker en dan zie ik eigenlijk altijd maar ik één of twee van Engelstalig. Ja. Uitzonderlijk. Maar dan wel constant één of twee, zeg maar. Laten we zeggen dat een 20% Engels is en dat echt 80% de grootste, toch echte Nederlandse markt is die daar in China is. 100% daar ben ik zeker mee eens. Dus uiteindelijk komen een soort terecht in de vraag die we uiteindelijk als eerste mee begonnen zijn. En het advies van ons eigenlijk daarover. Ik denk dat we allebei daar verschillend in zijn. We hebben er net een semi over gehad. En we denken daar mogelijk denk allebei iets anders over. Mm-hmm. Ook al heeft het waarschijnlijk dezelfde toekomstperspectief. Is misschien op de korte termijn allebei een ander antwoord. Mijn advies als het daarom gaat is test het beide. En het klinkt dat ik daar niet echt een klap op gegeven heb nu. Lekker man, blijf in het midden staan. Maar dat komt puur omdat je, als je nog geen volgers hebt en je bent net begonnen, is het ideale moment om voor jezelf een soort datasheet te maken. Ook al is het niet echt een Excelletje bij jou, maar je weet voor jezelf al, ik ben een maand lang op Twitch geweest en ik heb bijvoorbeeld twee niches heb ik getest. En die twee niches wil ik ook echt in blijven, ongeacht wat het is. En hetzelfde resultaat van die twee niches kijk je terug op YouTube. En dan is het een ideale manier om te kijken of het werkt of niet. En dan denk je, ja, maar dat is wel zonde van die tijd. Tenzij je, als je op YouTube Gaming bent, daar gelijk content van maakt. Als je op Twitch bent, dat je daar gelijk content van maakt op YouTube. In beide gevallen, ongeacht testen, ongeacht of je op YouTube verder gaat of op Twitch verder gaat, moet er altijd content, videomarketing daarna overblijven om eventueel daarmee je groep van mensen te laten groeien. Oftewel, dat je daar organisch nieuwe mensen bij krijgt die je dan allemaal een kant op kan wijzen. Of op YouTube Gaming of op Twitch. Oké. Maar misschien als ze mensen willen dat ik daar concreet in ben, zodat we echt een tegenstrijdig ding hebben. Dan zou ik nadat als je dat al gedaan hebt, getest en je bent er nog niet zeker van. Als je moest kiezen. Als je moest kiezen. In mijn ogen ga op Twitch en maak alle content daar. Maar zet alles over op YouTube als in YouTube normaal. Dus niet als in YouTube live gaming, maar als streamen op Twitch. Video on demand, YouTube. Yeah. Okay. En op die manier diversify, oftewel verdeel je alle pijlen en doe je een soort shotgun effect. Maar als er maar één ding concreet is, alles leidt naar één punt. En dat is het YouTube video on demand.